beste liberale collega's. Via falsificatie creëren populisten een vals angstgevoel. Angst voor de toekomst van onze eigen kinderen ondermijnt op een krachtige manier de politieke cohesie en kan polarisatie in de hand werken. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor zijn de politieke partijen. Met andere woorden, wie aan politiek doet, draagt een verantwoordelijkheid. Zolang het Midden-Oosten een hel blijft, zal Europa een hemel zijn voor de migranten. Ik wil zeggen dat de echte oplossing niet alleen in België ligt of in de hand van lokale politieke partijen, maar dat ook het land van herkomst, regionale en globale factoren een belangrijke rol spelen. Door minder actief en streng te zijn in verband met onze internationale waarden, geven we meer ruimte aan een populistische gedachtegang. We leven in een zeer moeilijke periode. Als we passief acteren tegen populisten, dan is hun groei onze fout en niet het gevolg van hun sterkte. Radicalisme is een zeer simpel en eenvoudig proces dat in een land zoals België kan leiden tot chaos. En chaos hier betekent meer polarisatie en wanorde. Eerlijk gezegd, het lage activiteitspercentage bij migranten heeft rechtstreeks te maken met de radicale en gesloten behandeling. Niet vergeten dat de reactie tegen radicalisme ook extreem kan zijn. Niet gelukkige mensen worden gefrustreerd. Frustratie hier kan leiden tot radicalisering en extremisme. Dus, we leggen de nadruk op onze basisprincipes. De Belgische grondwet en op een nieuw, meer efficiënt en sterker integratiebeleid. Dat bestaat uit rechten en plichten. De Vlaamse burger verwacht van een allochtoon een zuivere en correcte Vlaamse levensvisie. Maar tevens verwachten onze overheden ook een correcte houding van ons. Welke verwachtingen? Help de politieke vluchtelingen zodat hij of zij het Nederlands op een snelle en praktische manier kan leren. Onder andere via betere sociale contacten. Een goed geïntegreerde asielzoeker is niet de verantwoordelijkheid de regering alleen, maar ook de man in de straat speelt een belangrijke rol in dit integratieproces. Voor een betere toekomst is een brede democratische participatie van allen nodig. Een goed migratiebeleid begint met goede preventieve maatregelen door de ganse gemeenschap gedragen. De huidige situatie is zeker niet ideaal, maar met een democratische en professionele samenwerking kunnen wij dit doel bereiken. Ik reken op uw steun en stem om bovenstaande gedachten te realiseren. Alleszins ben ik bereid hiervoor te gaan. We are one human family and one earth community. Dank u.